Dag lieve mensen, welkom bij dit informatieve bericht. Aanstaande zondag van 9:30 tot 11:00 geef ik weer een healing via de Zoom, wou ik zeggen, via de groep. Het is een groepshealing. Dat is van 9:30 tot 11:00. Daarin gaan we werken aan het herkennen, het erkennen van jouw energieveld en het opschonen ter plekke van dat energieveld. Dat hou er rekening mee dat het een hele krachtige healing is. Dus je kunt daar ook lichamelijk van alles aan voelen, maar weet dan ook dat in jouw lichaam vaker blokkades vastzitten als jij op mentaal vlak het niet meer opschoont of energetisch vlak niet opschoont, dan gaat dat in jouw lichaam zitten. Dus de bedoeling is om dat op te schonen uit jouw hele energieveld. Hoort ook jouw lichaam bij, fysiek, energetisch, emotioneel. Ik heb ook een afstandshealing gemaakt. Die kost €17,17. Die kun je dus bestellen. Dat doe je gewoon in je eigen tijd, eigen huis. De Zoom-sessie zit natuurlijk ook bij jou thuis, maar dan is een vastgestelde tijd. Dat is uiteraard duurder. Dat kost €28,28. Dus let daarop. Als je dus mee wil doen met de Zoom-sessie zondag, dan dien je die ook. Dat staat er ook bij voor vergissingen te voorkomen. Dat had ik de vorige keer. En dat brengt verwarring. Of brengt verwarring als je niet goed leest, uiteraard. De Zoom-sessies die staan bij de coaching-trajecten. De afstandshealingen staan onder het kopje collectieve afstandshealingen. Dat is een verschil. En ik zal ze allebei apart vermelden. Dus onder in de reacties. Dus let daar goed op als je dus mee wil doen met zondag. Het staat erbij. Zondag. Die is dus voor de Zoom-sessie. Staat ook Zoom-sessie bij. En die andere is gewoon, ja, dat is een downloadbare link. En dan kom je op een YouTube-video. En die luister je af. En daar zit een soort meditatie in. Begeleide meditatie. En dan kun je ook aan de slag. Is natuurlijk iets minder krachtig als dat je in een sessie live aanwezig bent. Goed. Dus als jij al heel veel stukjes hebt opgeschoond in jouzelf, voor bepaalde processen, misschien met jouw tweelingziel, maar je voelt van, er stroomt nog iets niet. Waarom stroomt het niet? Wat mag ik nog zien? Waarom kom ik niet in mijn eigen kracht? Waarom kan ik niet in mijn kracht blijven? Want ook dat hoort, hè? Je hoort in je kracht te blijven staan. En als je daar nog moeite mee hebt en er loopt iets niet, er stroomt iets niet, dan is deze Zoom-sessie, die healing via de Zoom-sessie hartstikke goed. Want dan schoon jij eigenlijk jouw energie op. Als er iets heel veel opgeschoond is bij jou. Je hebt heel veel dingen begrepen. Je hebt heel veel inzichten gehad. Je hebt de dingen begrepen. Maar het dient ook uit jouw energieveld te gaan. Daar kunnen soms dingen vastzitten wat jaren terug is. Het kan vanuit jouw jeugd zijn. Dat er iets vastzit aan energie wat jij niet loskrijgt. En als je dat losmaakt, als je dat opschoont. Dat gaan we dus in deze sessie doen. Live via de Zoom, nogmaals. Dan weet je gewoon dat je in je kracht kunt blijven staan. Of dat je in je kracht gaat komen. Het kan ter plekke tijdens deze sessie. Het kan ook zo zijn dat je de dagen daarna iets merkt. Ik heb dat zelf. Heb die sessie gedaan, 30 augustus. Heb ik die ook gehad op een woensdag. Heb daarna, de dagen daarna, nog dingen opgeschoond. Omdat dat bij mij op dat moment niet weg kon. Omdat ik natuurlijk mijn focus moet houden bij wat ik doorkrijg van mijn gidsen. Met Moeder Maria, met de engelen die zich aandienen. Metatron, Michael, Nathaniel. En godinnen, Isis sowieso. En Maat en Kali denk ik ook. Ik zal eens even kijken of er nog godinnen zich aanmelden. Ik heb kaartjes, die ga ik eens even leggen. Maar dat gaan we dus doen tijdens deze sessie. Echt, vaak is het zo dat je alleen maar de energie hoeft op te schonen. Nu is de tijd niet meer, vaak niet meer nodig om helemaal de diepte in te gaan. Zo'n hele extreme dark night of the soul. Soms moet dat, maar dat hoeft niet. Het kan ook gewoon zo zijn als je iets erkent.
of herkent. En vooral erkennen als jij zegt van nee, dat heb ik niet. En nee, dat voel ik allemaal niet. Dat is gewoon het niet erkennen van iets. En het dient om opgeschoond te worden, dient het wel erkend te worden. Dus je dient wel bewust te worden van wat speelt er. Vaak worden dingen, bij mij zat er een stuk onbewust vast. Kon ik ook niet weten. Was ook niet van mij wat ik had opgepakt. Dat was het helpen van mij eigenlijk vroeger als jeugdige al. Niet dat ik me oud voel, helemaal niet. Ik heb het gevoel dat mijn tweede jeugd begint. Maar, dat voelt voor mij zo. Maar dat is dus iets wat je dus gedaan hebt in het verleden. Waar je dus aan vast, wat dus vasthangt in jouw energieveld. En dat mag opgeschoond worden. En dat gaan we dus doen tijdens deze sessie. Even kijken welke zich aandienen. Bastet. Ik weet even niet wat ze. Sensualiteit is iets om te vieren. En de Egyptische kattengodin Bastet moedigt je aan om jezelf vandaag onschuldige pleziertjes te gunnen. Geniet van de ervaring om helemaal in je heilige lichaam aanwezig te zijn. Dus dat is ook. Dan kun je dus ook meer in jouw creatiekracht komen. Het tweede chakra opschonen. En betekent ook dat je dus ook meer in je derde chakra, vanuit jouw derde chakra kunt creëren. En tweelingzielen dienen eigenlijk ook te creëren samen, ook vanuit hun sensualiteit en seksualiteit, te gaan creëren. Dat is een creatiekracht wat daar vrijkomt. Die dien je dus te gebruiken ook voor grotere doelen, voor hogere doelen. In ieder geval voor de puurheid van de energie, puurheid van de liefde. Dat mag gezien worden. En als tweelingzielen samen zijn, dan zie je dat gewoon. Dan is dat zichtbaar. Dan, je straalt al alleen. Dat is de bedoeling sowieso, dat je je eigen licht laat stralen. En dan, als het samenkomt, ja, dan straalt het nog meer. Even kijken, Parvati. De hindoeïstische godin van de sereniteit biedt je haar bescherming, haar gratie en haar zegeningen. Ze bevrijdt je van offers en wrok. Met de hulp van Parvati kan je een evenwicht vinden tussen de behoeften van anderen en datgene wat jouw ziel nodig heeft. Dus je hoeft geen offer te brengen meer aan anderen. Als anderen vinden van, ja, je moet een offer brengen. Nee, waarom? Iedereen mag zijn eigen stukje helen. Ik word nu helemaal duizelig en dan weet ik gewoon dat er iets gaat draaien. Dan gaat er iets, hoe moet dat zeggen, in de energie draaien. Dat heb ik heel vaak, dat als er iets gebeurt bij mij of bij mijn tweelingziel, of het is voor mij belangrijk, dan voel ik van binnen. En dat is niet dat ik uiterlijk duizelig word of als dat ik ga wankelen. Soms kan dat als het heel heftig is, maar dan voel ik gewoon in mijn lijf, dat alles zo gaat. En ja, dan weet ik dat er iets verschuift. Dan verschuift er een tijdlijn of dan verschuift er een stukje. Gisteren kreeg ik een déjà vu over iets. Ik zag iets en ik had zoiets van, wow, dit heb ik al gezien. En dan weet ik gewoon dat een tijdlijn verschuift. Dat iets. Ik had gisteren een ervaring gekregen of een inzicht gekregen van, daar is iets wat ik nog moet zien of waarom dit gebeurt. En toen had ik dat inzicht gekregen, of vanmorgen kreeg ik dat, maakt ook niet uit. Maar toen zag ik dat visioen, zag ik iets op Facebook. En ik keek daarnaar en ik had zoiets van, hé, maar dit heb ik al gezien. En dan weet ik voor mezelf dat iets gaat shiften in de tijdlijnen. Dat heb ik nu steeds gehad. Dan weet ik gewoon dat iets gaat draaien, dat het een belangrijk punt is waarop iets moest gaan draaien. Of dat misschien was het belangrijk wat ik moest zien. Maar daar gaan we dus ook gewoon aan werken tijdens die sessie van zondag. Hè, dat je dus echt je eigen stukje doet. Nou, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nog kaarten moet leggen. Dus het wordt met een kleine kaartlegging erbij. Het was eigenlijk mijn bedoeling om gewoon dit tekstje. Maar blijkbaar hebben ze andere bedoelingen. En is dat nodig dat nog even naar voren komt? Nou, oké. Oeps. Als eerste de kaart afhankelijkheid. Niet durven kiezen en energie weggeven. Soms geef jij energie weg of ben je afhankelijk van wat een ander doet.
En soms kun je dus ook contracten hebben met dat je het gevoel hebt van ik moet wachten op iets. Ik moet wachten op dat die en die dat allemaal opgeschoond heeft. Nee, waarom? Je hoeft niet afhankelijk te zijn van het wachten op een ander. Dat is niet de bedoeling. Je mag je eigen pad volgen. En ik heb het gevoel dat daarom iets ging shiften net. In de energie, bij mezelf net. Dat ik dat voelde. Dus dat geldt ook voor jou als je meedoet aan die sessie. Dan weet je ook dat er iets gaat shiften in die energie bij jou. Ook de afhankelijkheid naar je tweelingziel. Want daar ben je niet van afhankelijk. Je dient onafhankelijk te staan. Jij, zowel hij of zij. Hoe je het wil, hè. Maar je dient je eigen pad te volgen. En oude gewoontes achter te laten. En je over te geven aan de stroom van het universum. En dan ga je ook de zuiverheid ontvangen om jouw zielsmissie dus vanuit jouw tweede chakra, vanuit jouw derde chakra te gaan creëren. Jouw zielsmissie is eigenlijk dat je dus de liefde die jij voor jezelf voelt naar buiten mag laten zien. Dat andere mensen daar geïnspireerd door worden. Heeft te maken met de onwetendheid en de violette vlam. De violette vlam is van Saint-Germain. Saint-Germain in Frans, Franse taal. Dus als je niet weet hoe je het schrijft, St.Germain. Dat er kan zijn dat die zich ook aandient, weet ik niet. Afgelopen keer was een moeder Acturien erbij vanuit de buitenaardse. En dat, ja, dan mailt ze zich. En dan weet ik gewoon dat er iets heel belangrijks opgeschoond wordt. Ik wil even kijken naar de tweelingzielen, want ik heb het gevoel dat daar ook tijdens die sessie heel veel opgeschoond wordt. Oh, dat ging snel. Ascensiesymptomen. Dus ook tijdens die sessie, wat ik ga doen zondag, zul je dus te maken kunnen krijgen met ascensiesymptomen. Als je dat stukje afhankelijkheid naar je tweelingziel opschoont. En ready for family. Je bent dus eigenlijk klaar ervoor. En die ascensiesymptomen, dat is natuurlijk ook een stukje wat ik dus net zei. Wat ik voelde in mezelf. Dat mijn energie gewoon dat doet van binnen. Dat voel ik ook gewoon. Dan gaat dat gewoon alle kanten op. En dat is misschien maar een halve seconde. Of ja, een halve seconde is het niet. Maar 2-3 seconden en dan is het weg. Weet je? En dan weet ik gewoon, er is iets geshift in mezelf. Dan is er een stuk ja, opgeschoond. En toen ik dat zei, keek ik op de klok. 12 minuten, 22 seconden. Dus alles van de twee. Hij heeft te maken met loyaliteit. Loyal aan jezelf. Trust your twin will find their way. Dat weet je natuurlijk. Hij weet zijn weg. Hij weet waar hij naartoe moet. Hij weet waar hij thuis is. Dat is bij jou. En jij bent thuis bij de ander. Heel simpel. En ja. En daar, dat komt ook. En weet ook dat die ander. En leap of faith. Er komt een nieuwe start tussen jullie. Weet dat dat gaat gebeuren als in divine timing. En divine timing is een. Laat ik het dan zachtjes uitdrukken, een vervelend iets. En, maar nodig. Soms nodig om bepaalde stukken nog in jouzelf die je niet bewust bent te helen. En daar gaan we met deze healing dus ook mee aan de slag. Om dat gewoon op te schonen wat er tussen jou en je tweelingziel zit. In jouw systeem, energiesysteem, in wat in jouw energieveld is aangehaakt. Ook dat gaan we opschonen. Zodat jij ook in die verbinding met jouw tweelingziel kunt gaan. Kunt gaan staan. Kunt gaan stromen. En als er iets bij jou stroomt, weet dan, jullie zijn spiegels van elkaar. Als er bij jou iets stroomt, dan stroomt er bij die ander ook iets. Dus als er bij mijn twin iets stroomt, dan weet ik ook dat er bij mij iets gaat stromen. En als er bij mij iets stroomt, dan weet hij ook van, ja, er gaat iets stromen. Ja, goed. Dat, zo mag ik het dan zien. En ja. Nog twee. Follow your heart. Volg je hart. Dus die koffie, die komt er. Cappuccino voor mij. You have a mission together. Jullie hebben inderdaad een taak samen. Samen creëren vanuit jouw creatiekracht, vanuit jouw hoogste frequentie van liefde. Want dat hebben jullie voor elkaar. Hè? Allesomvattende liefde. Daar kan ook niks of niemand tussen komen. En ja, de white stag is ook een teken dat, dat de union op komst is. Dus er is een union, de union is op komst. En als je op dit moment voelt van, hey, ik heb het gevoel, ik moet nog iets opschonen.
voor jezelf, voor de union in jezelf, het heilige huwelijk tussen jouw mannelijke en vrouwelijke energie dient ook te gebeuren voordat je in union komt met je tweelingziel. En als je dan iets opgeschoond hebt, dan uiteraard weet ik dat je dan getest wordt, hè, van spirit. Dan word je eigenlijk getriggerd van kijken, heb je dat begrepen? Blijf je in je kracht staan? Blijf je staan in het stukje waar je hoort te staan? En soms gebeurt dat inderdaad, dat je inderdaad een test krijgt, eigenlijk altijd. En die kreeg ik ook gisteren, maar ik merkte dat ik toch... kijk, als je dat je het niet leuk vindt, dat is een ander ding. Dat is één ding. Maar dat je reageert vanuit een energie zoals je hebt gedaan vanuit een verleden, dat voelde ik dus nu dat dat anders was. En eigenlijk bevestigde dat wel het stuk dat ik gewoon in mijn kracht bleef staan. En dan niet uitgegooid werd. En dat vond ik achteraf gezien, vandaag vond ik dat eigenlijk, of gisteravond eigenlijk al, voel ik gisteravond al, ik denk het is anders dan gewoonlijk. Ik voel me anders. Ja, het was niet lollig wat ik achterkwam. Of, hè, maar van de andere kant denk ik van ja, maar oké. Okay. Nou, dan is dat zo. En dan kunnen we daar toch niks aan veranderen. En loslaten en verder gaan. Met waar je mee bezig bent. En dat heb ik ook gedaan. En dat voelde gewoon goed. En dan krijg je dan vanmorgen weer een soort bevestiging. En dan schuift die energie weer. En dan schuift die tijdlijn weer door dat déjà vu wat ik had. Dan weet ik gewoon dat alles stroomt. Dus als er bij jou ook zulke dingen aan de hand zijn, weet dan dat alles op zijn pootjes terechtkomt. En vertrouw erop dat dat gebeurt. Kijk, dat vertrouwen dat wankelt bij mij niet, maar in die zin wankelde nu niet. Ik had nu niet het gevoel van ja, zo of zo, maar... En dat, eigenlijk is dat wel heel fijn om te merken dat je dus nu gewoon in je kracht staat. En er niet uitgekwakt wordt, want dat vond ik wel vervelend in het verleden. En, maar ja, goed, dat lag ook aan mezelf, hè, hoe je daarmee omgaat. Maar het is fijn om te merken dat het dus nu anders is. En ja, dan kan het stromen. En in ieder geval wens ik jullie een hele fijne dag. Willen jullie mee dan doen zondag aan deze krachtige healing? Om de laatste restanten op te schonen van de energie die eigenlijk jou vasthoudt. En waar je dus, wat je dus echt dient los te laten in jouw energieveld. Want anders blijft dat sukkelen, blijft dat stromen. Blijft dat, ja, daar stroomt dat niet. Daar blijf je dus in die energie hangen. En dat is de bedoeling dat je eruit komt. En ja, ga stralen, ga je ware zelf zijn. En ja, geniet van alle cadeautjes die je op je pad vindt. En ja, geniet van de boodschappen die je ontvangt via teksten, via liedjes. En weet dat jullie in de energie sowieso samen zijn. Hoe moet ik dat zeggen? Weet dat je eigenlijk al samen bent. Je bent gewoon al samen, want daar is verder niemand kan daartussen komen. Maar ja, in het hier en nu blijven, heel belangrijk. Dat was in het verleden bij mij best wel eens een dingetje. Sst. En ik weet, als iemand kijkt die denkt dan nu, och ja. Ja, dat was een dingetje voor mij. Maar goed, maakt niet uit. Ook ik kom er al, duurt het soms lang. En ben ik ook wel eens koppig, maar... Ja, so be it, that's me. En ja, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. En ja, geniet ervan. En wie weet zie ik je in de sessie zondag. Dankjewel. En namaste. En wie weet, tot ziens zondag. En tot snel. Doei doei.